Afgelopen vrijdag en zaterdag stond de landelijke actiedag NL Doet weer op het programma. En ook in Onderbanken werden de handen weer uit de mouwen gestoken. In Jabeek was er aandacht voor twee speciale diertjes, de vinpootsalamander en het vliegend hert. De vinpootsalamander, niet alleen een probleem hier, een probleem in heel Nederland. Hij is toch tarende en we hebben het geluk dat we ook dit beestje weer een beetje kunnen beschermen door iets aan zijn leefomgeving te doen. Wat kan je eraan doen dan? Nou, we gaan dus nu vandaag hier al het opschot verwijderen. En ook later, maar dat kan dus nu niet vanwege zijn broedgelegenheid, maar ook daarboven nog het ijs wat op het poeltje zelf zit. Gaan we de listdodden zoveel mogelijk eruit halen, dat hij dus weer een goed broedgebied heeft. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn een boom om aan het zagen. Ja, dat is niet de enige boom die je hebt omgezaagd, hè? Nee, ik heb er al een stuk of 6 omgezaagd. En waarom moeten die om? Ik heb geen idee. Vliegend hert. Ja, daar gaat ie! Onder de vrijwilligers ook de burgemeester en de twee wethouders van de gemeente Onderbanken. Het aantal helpende handen was hoger dan verwacht. En Van Tilt is blij met die hoge opkomst. Heel tevreden. We hebben zeker 60, 65 mensen. We hadden er eigenlijk maar 50 ingeschreven. Maar goed, dat komt wel goed. Er zijn nog andere diertjes die jullie vandaag ook kunnen helpen hier in dit gebied. Ja, het vliegend hert zit ook in deze holle weg. En daar gaan we dus drie broedstoven voor maken. Ja, dit is helemaal geweldig dat we met de NABU, Natuurmonumenten en het IVN samen met NL Doet. Geweldig dat de Duitse buren meedoen om bij ons broedstoven te maken voor het vliegend hert. En hoe werkt zoiets? Nou, een broedstof, hier komt dus allemaal hout in, wat de larve prettig vindt van het vliegend hert. Daarna komen er nog wat houtsnippers en andere randvoorwaarden bij. En als dat allemaal bij elkaar zit, hopen we dat hier dus een vliegend hert zijn eitjes gaat leggen. En vervolgens zullen die diertjes dan 7, 8 jaar in de grond zitten. Beetje een luxe hotel voor het vliegend hert. Dit is een luxe hotel en we maken het gebied wat groter. Ze kunnen nou dit als stepping stone gebruiken om van het ene naar het andere gebied te gaan, omdat, dat weet u vast nog wel, maar 200 meter actieradius de beestjes hebben. Het valt me op dat er steeds meer mensen dingen gaan doen voor de natuur. Is het niet ook handig om bij NL Doet om tijdens die actie wat meer aandacht te besteden aan bijvoorbeeld eenzame bejaarden of zo? Eenzame bejaarden, oh, maar dat gaan we vast ook wel doen, want er komt zoveel op ons af de komende tijd. Nu is het NL Doet. Doen heel veel in de natuur. Vorig jaar hebben wij voor de jeugd iets gedaan. Dit jaar doen we voor de natuur iets. En ik ben ervan overtuigd dat wethouders Velsen en ik volgend jaar zeker iets voor de ouderen gaan doen. Ja, volgend jaar misschien iets voor het verenigingsleven als we met de Henkhof in Merkelbeek aan de gang gaan. En de verenigingen daar misschien een handje willen helpen. Of wellicht iets voor de ouderen. Van alles kan. Dit jaar is het voor de natuur. Maar volgend jaar kan het heel goed voor de verenigingen zijn. Of voor de ouderen in Aandebleek of ergens anders. Kan heel goed. De mensen hebben toch meer gevoel voor de natuur. Het heeft natuurlijk ook iets te maken van, ben je bereid als IVN-vereniging om daar ook iets over te vertellen en iets over toe te lichten. En dan kun je mensen toch bewust maken van het unieke diertje wat er eigenlijk is hier.